ben Shalila Essaidi en ik heb voor jullie de Golden Orb Weaver spin meegenomen. En het is een bijzondere spin, want ze maakt heel bijzonder draad. Het draad is goudkleurig en het draad is een betere warmtegeleider dan koper. Het is een groen materiaal, het is biocompatible en bioafbreekbaar met het menselijk lichaam. En wat het heel bijzonder maakt, dit draad is 10 keer zo sterk als draad, als staal. Zo sterk dat het een snel vliegend insect in een web kan weerstaan. Nou, dit is natuurlijk een materiaal wat we als samenleving willen gebruiken om zijn materiaaleigenschappen. Maar het probleem met deze spin is dat hij vrij kannibalistisch en territoriaal is. Waardoor je hem niet op kleine schaal of grote schaal bij elkaar kan houden. Om spinnenzijde te produceren. Deze spinnenzijde, hier zie je hem onder de microscoop, het linkerplaatje, is spinnenzijde in ontspannen fase en het is heel rekbaar. Je kan het vergelijken met een accordeon of een nanoveer. En naarmate we er meer rek op zetten, is naarmate we dichter bij het breekpunt komen. Want het mooie van deze draad is dat het dus flexibel en heel sterk is. Omdat het dus een materiaal is wat we zeker kunnen gebruiken, maar omdat we dat niet kunnen produceren met deze Golden Orb Weaver spin, vinden we in 2001 het eerste patent rondom genetisch gemodificeerde organismen. En in dit geval is dat een E. coli bacterie die het spinnenzijde producerend gen in zijn genoom draagt en daardoor spinnenzijde kan produceren. In bijvoorbeeld onderzoek van Dr. Rennie Lewis van de Utah State University. Die heeft geiten gecreëerd die spinnenzijde produceren in hun melk. En je hebt zijdewormen die spinnenzijde produceren in hun cocon. En het mooie van deze genetisch gemodificeerde organismen is dat je gebruik kan maken van een bestaande industrie. En dus wel op commerciële schaal spinnenzijde kan produceren. Nou, waarom zouden we dus spinnenzijde op commerciële schaal willen produceren? Voor bijvoorbeeld in kogelwerende vesten. Kogelwerende vesten zijn van Kevlar gemaakt, een heel sterk materiaal. Maar het kan niet op tegen spinnenzijde van dit diertje. Omdat dit, naast dat het dus heel sterk is, heel erg flexibel is. Nou, voor mijn werk heb ik gewerkt met de genetisch gemodificeerde geiten en zijdewormen. En ik dacht, waarom nog een kogelwerend vest? Wat als we deze spinnenzijde letterlijk onder onze eigen huid zouden kunnen laten vergroeien en zo'n kogelwerende menselijke huid kunnen maken. Nou, deze spinnenzijde die heb ik laten vergroeien met menselijke huidcellen afkomstig van plastische chirurgie. Dat is afvalhuid van buikwandcorrecties. En daaruit zijn huidcellen geïsoleerd, fibroblasten en keranocyten. En de fibroblasten en keranocyten, nou, hier zie je een afbeelding van fibroblasten. Die lijken ook wel op een spinnenweb. Die zitten in je lederhuid en in je opperhuid. En die zijn vergroeid tot een kogelwerende huid. Deze kogelwerende huid heb ik vervolgens meegenomen naar het Nederlands Forensisch Instituut, waar we er met .22 long rifle kaliberkogels op hebben geschoten. En die kunnen een kogelweren. Tijdens deze proef op de som hebben we opname gemaakt met een high-speed camera. En dit is een model biggenhuid, omdat biggenhuid het dichtst bij de menselijke huid in de buurt komt. En zoals je ziet gaat een kogel daar dwars doorheen. Het tweede model is een in vitro mensenhuid, dus enkel fibroblasten en keranocyten. Daar gaat de kogel ook dwars doorheen. En het derde model is zijde afkomstig van de gewone zijdemot gecombineerd met menselijke huid. En dat weert dus ook geen kogels. En het model wat je hierna ziet is dus de kogelwerende huid. En wat je gaat zien is dat die kogel als het ware wordt opgevangen, ingepakt in de kogelwerende huid. Nou, dit was een samenwerking tussen kunst en wetenschap. En ik ben in Eindhoven geland en ik ben daar enorm op mijn plek. De samenwerking tussen de creatieve industrie,
De wetenschappelijke industrie en zakelijke industrie geeft zoveel kansen en mogelijkheden om verder onderzoek te doen. Dankjewel. Shalila stond net in de coulissen. Toen zei ze, niet bijten, niet bijten, niet bijten, bleef ze maar zeggen. Want ze is dus allergisch voor deze spin. Dus mag ik nog één keer een applaus voor Shalila?